Ja, Jason, alweer een voetbalseizoen voorbij. Tevens jouw eerste seizoen als hoofdopleiding bij Sparta Rotterdam. Ja, hoe is voor jou het afgelopen jaar bevallen? Ja, afgelopen jaar is eigenlijk heel goed bevallen. In het begin is het natuurlijk wennen. Je komt in een nieuwe rol, wel in dezelfde organisatie. En daarin is het even de eerste maanden ja, is het even weer zoeken. Maar ja, zo'n jaar gaat best wel ook weer snel voorbij. En we hebben met elkaar eigenlijk heel veel kunnen bereiken in dit seizoen. En ja, dat is heel mooi om te zien dat we een hele goede samenwerking hebben. Zowel op het stadion met de mensen van de Academy, op de jeugdopleiding. Normaal zou je zeggen op Nieuw-Terbregge. Maar we zitten even nog op de andere jeugdcomplexen. En ja, kijk ik met een heel goed gevoel terug op mijn eerste seizoen als hoofdopleiding. Ja, je was hoofdtrainer van Sparta onder 16 vorig jaar. Toen ging Jeroen Rijsdijk de stap maken naar het eerste helft als assistent-trainer, die natuurlijk eerst hoofdopleiding was. Ja, hoe is die switch voor jou geweest van hoofdtrainer naar hoofdopleiding? Ja, dat is natuurlijk inderdaad best wel even een switch. Als hoofdtrainer waar je echt gefocust bent op één team, echt direct met de ontwikkeling van de spelers bezig bent, kom je in een situatie terecht waarin je met ja, juist meerdere afdelingen gaat samenwerken en daarin ja, meer ook op het beleidsmatige stuk je aandeel hebt. En, nou, wat ik zeg, in het begin is dat zeker eventjes weer wennen natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk zijn we daarin heel goed begonnen met elkaar. En dan helpt het ook dat je zo'n ja, dat we zo'n goede staf hebben staan. Een heel sterk team van mensen die waarmee we samen ja, een aantal dingen hebben neergezet dit seizoen waar we echt wel trots op mogen zijn. Ja, je zei het net al, je haalde het al aan. Nieuw-Terbregge wordt op dit moment verbouwd, kan niet worden gespeeld. Dus is er afgelopen jaar gespeeld op de complexen van Excelsior Maassluis, Excelsior 20 en ook PPSC. Ja, hoe is die omslag voor jullie geweest? Ja, dat was natuurlijk best wel even, praktisch gezien is dat wel even aanpassen geweest. Alleen als ik kijk naar ja, enerzijds hoe wij zijn ontvangen door de clubs die je net noemt. Ja, dan zijn we daar echt heel erg dankbaar voor op de manier hoe we zijn ontvangen. Op de manier waarop wij de ruimte hebben gekregen om daar onze trainingen uit te voeren, onze wedstrijden te spelen. En ook hoe we daar met de staf ons werk kunnen doen in de ruimtes die daar beschikbaar zijn gesteld. En ja, dat is wel echt een groot compliment naar onze partners die, ja, die eigenlijk hebben gezorgd dat we ons daar heel snel thuis voelen eigenlijk. En ja, anderzijds is het ook, denk ik, als ik kijk naar de manier waarop wij dat met de staf hebben ingevuld. De manier waarop we ons presenteren en eigenlijk die samenwerking hebben met Excelsior 20, PPSC, Excelsior Maassluis en ook de vrouwenafdeling bij Blijdorp. Dan denk ik dat we dat echt op een hele goede manier hebben ingevuld. En dat die samenwerking ja, eigenlijk heel erg goed verloopt. En ja, we kunnen op een hele goede manier daardoor ons werk doen. Ja, en als we naar de resultaten gaan kijken, natuurlijk, het draait om de ontwikkeling van de jeugdspelers. Maar daarnaast hebben we ook mooie resultaten gezien. Ik bedoel, onder 18 handhaaf zich, onder 16 ook. Veel halve finales gehaald van de beker. Ja, hoe stemt jou dat? Ja, nou, je noemt net zelf al, de onder 18 heeft zich gehandhaafd met eigenlijk verreweg het jongste team ook uit de competitie, uit de eredivisie. Dus dat geeft aan dat er ja, dat er heel veel potentie ook in die groep zit. Nou ja, de andere teams hebben zich uiteindelijk ook gehandhaafd in de middenbouw, in de hoogste divisies of zijn naar de hoogste divisie gepromoveerd. Maar je geeft het zelf al aan, uiteindelijk het belangrijkste is de manier waarop wij de spelers kunnen ontwikkelen. Dus de individuele ontwikkeling van die spelers. De manier waarop wij voetballen. En als ik zie dat eigenlijk alle teams met heel veel initiatief, heel veel intensiteit, heel veel creativiteit en dynamiek spelen, dan is dat het allerbelangrijkste. En daarin is het heel mooi om te zien dat ja, de groei die de spelers doormaken, ja, de letterlijke groei, want soms zie je spelers echt ja, bij wijze van spreken tientallen centimeters omhoog schieten, maar met name ook de groei op mentaal vlak,
op technisch vlak en op tactisch vlak. En ja, dat is wel het allerbelangrijkste. En daarin maken we echt goede stappen met alle teams. Nou, en dan heb je de onderbouw die met teams vooral onder 9, onder 10, onder 11 in de regio speelt. En de onder 12 die wel landelijk actief is. Als je ziet hoe we daar ook het klimaat creëren waar spelers met heel veel spelplezier tegelijkertijd met heel veel kwaliteit trainen en spelen. Ja, dan is dat wel heel goed om te zien hoe we dat invullen. Als je ziet hoe onze staf omgaat met de kinderen en voor hun een klimaat creëert waarin we, ja, waarin we die spelers kunnen helpen in ontwikkeling. Ja, dan is dat heel goed om te zien. Ja, en alvast vooruitblikkend op volgend seizoen. Ook al zit er nog een mooie lange zomerstop tussen. Sparta onder 17 wordt weer geïntroduceerd. Ja. Ja, hoe ziet dat eruit volgend jaar? Ja, dus dat is ook wel zeg maar een belangrijke ontwikkeling dat we de onder 17 weer terugkrijgen in de doorstroming naar boven. Dus dat is echt een hele goede ontwikkeling dat we dat team volgend seizoen weer hebben. En ja, ik denk dat het een belangrijke schakel weer kan worden voor het laatste stapje in die leeftijdsfase voor onze talenten om zich goed door te kunnen ontwikkelen en uiteindelijk die laatste stappen te maken naar het eerste elftal. Ja, het ziet eruit dat Niel ter Brege eind 2023 af is. Ja, hoe erg kijken jullie ook uit naar dat moment dat jullie daar voor het eerst jullie intrede kunnen doen? Ja, nou, hoe goed de samenwerking ook verloopt en hoe fijn we ook kunnen werken op de complexen waar we nu zitten. Ja, kijken we natuurlijk met z'n allen heel erg uit naar dat mooie nieuwe complex waarin we echt de topsportfaciliteiten hebben die hoort bij een club als Sparta ook. En waarin we ook zeker weer, dat is daar ook weer heel prettig dat we met z'n allen op één locatie zitten. Waarin ook natuurlijk het eerste elftal erbij komt. Dus waarin we echt als met z'n allen op één locatie zitten. Wat heel belangrijk is voor de binding. Nu zitten we toch fysiek gezien met bijvoorbeeld de onderbouw en de middenbouw toch een beetje uit elkaar. De onder 18 die ook op de locatie van de onderbouw traint. Ja, daar kijken we met z'n allen natuurlijk wel naar uit dat we weer met z'n allen op hetzelfde complex zitten. Waardoor we nog meer met elkaar kunnen optrekken en nog meer met elkaar nog beter eigenlijk kunnen samenwerken. Om uiteindelijk te zorgen dat onze talenten zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. De trainersstaf was ook al vrij snel rond. Stabiele organisatie. Hoe belangrijk is dat gegeven ook? Nou, dat is heel belangrijk. Ik denk dat uiteindelijk jeugdopleiden is iets voor de langere termijn. En daar is de stabiliteit in de organisatie heel belangrijk. Stabiliteit zeker met de mensen waarmee je werkt. Continuïteit daarin ook krijgen. Dus daar zijn we ook heel blij mee dat eigenlijk daarin alle functies op dit moment vaststaan. En dat geeft ook duidelijkheid weer naar de toekomst. En kunnen we ons weer richten op de komende seizoenen, waarin we weer de stappen vooruit proberen te maken. En dit seizoen hebben we een hele goede basis gelegd om op voor te bouwen. En daarin gaan we de volgende seizoenen weer stappen maken op alle gebieden om te zorgen dat we nog beter worden als organisatie. En dat we nog beter onze spelers kunnen opleiden. Succes en bedankt. Ja, dankjewel.